De Sint-Jansplaat is omgetoverd in een oranje oase. In de gezellige, kleurrijke EK-omgeving kunnen bezoekers onder het genot van een hapje en drankje optimaal genieten van alle spannende gebeurtenissen op het voetbalveld die via een groot scherm te volgen zijn. Dit jaar hebben we weer, net zoals tijdens het WK, een groot scherm, 4x3 meter. Komt een DJ, komt te draaien voor de wedstrijd, 1 uur voor de wedstrijd en 2 uur na de wedstrijd. En voor de rest zal er natuurlijk een hoop lekkers te drinken te zijn. En we hopen natuurlijk op mooi weer. Het ziet er tot nu toe nog goed uit. Maar anders gaan we daar natuurlijk ook een leuke creatieve oplossing voor bedenken. Ja, u bent zelf eigenaar hier van de Bar Floriant. Heeft u zelf nog een EK-actie? Ja, we hebben hier zelf ook 2 grote schermen binnen. Dus mocht het gaan regenen, dan kunnen mensen natuurlijk ook overal lekker naar binnen toe gaan. Maar goed, nogmaals, we hopen op mooi weer. Hè? Even terugdenkend weer aan het WK. Hoeveel bezoekers verwacht u? Ja, dat is altijd lastig. Hè? Maar goed, ik denk dat we even inschatten op 500 tot 1000 mensen. En alles wat daarboven komt is natuurlijk heel mooi meegenomen. En zijn er alleen wedstrijden van het Nederlands elftal te zien? Of zijn er ook andere wedstrijden te bekijken? Nee, we hebben hier op de Jansplaats, de naam zegt het al, Jansplaats, Oranjeplaats, alleen de wedstrijden van het Nederlands elftal. Aanstaande zaterdag is natuurlijk de eerste, dan woensdag en dan zondag. En dan de kwartfinale, halve finale en de finale natuurlijk. Uiteraard. Wat verwacht u zelf van het Nederlands elftal? Ik heb eventjes goed gekeken naar de afgelopen wedstrijd natuurlijk. Ze begonnen wat minder, maar goed, de laatste kwalificatie of de oefenwedstrijd hebben ze natuurlijk fantastisch afgesloten met 6-0. En de trainingen zien er ook goed uit, dus ik zie ze wel in de finale komen.